Met een paar nieuwe gezichten is de Graafschap maandagavond op de tijdelijke thuisbasis in Zelhem gestart aan een voorbereiding. Supporters hopen als altijd op promotie, maar het is nog afwachten met welke selectie trainer Jan Vreeman gaat werken. Het is wel lekker weer. Ja, kijk, dit jaar ook vooral voor mij persoonlijk. Ik heb net een kleine gekregen, dus ik ben ook niet op vakantie geweest. En dan, dan duurt de vakantie wel extra lang en ben je wel weer blij dat je weer lekker met de groep kan trainen. Nieuwkomers Stan Kremers, Yannick Eduardo en Ibrahim El Kadiri stonden op het veld. Net als enkele jeugdspelers. De supporters zijn als altijd hoopvol, hoewel de Graafschap alweer voor het zesde jaar op rij in de eerste divisie speelt. Ik denk dat het wel een seizoen kan worden om te promoveren, misschien via de tweede plek. Maar ja, er zullen er wel enkele aankopen bij moeten komen, denk ik. Ik vind wel dat wat erbij is gekomen, wat ik ervan heb kunnen zien, is dat het wel een positief inzicht heeft. Alleen, ik kan er nog vrij weinig over zeggen. Hoe vind je dat de Graafschap het de afgelopen jaren doet? Slecht. Waarom? Ja, ze zijn gewoon hartstikke slecht. Maar dit seizoen wordt wel beter? Ja, weet zeker. Denk jij ook? Ja, hetzelfde als hem. Slecht. Maar dit jaar? Goed. Qua speelstijl is trainer Vreeman niet van plan om veel anders te doen. Wat we wel mee moeten nemen is dat je misschien af en toe in een andere formatie moet gaan spelen. Ook daar nog wat meer op gaan doen. Alleen is de vraag of dat al in de voorbereiding lukt. Of dat we na tijd nog hebben. Alleen ja, dat er af en toe een wisseling kan zijn zeg maar, qua formatie is misschien wel handig. Jullie willen flexibeler zijn? Nou, verrassend zijn voor een tegenstander, wat de tegenstander veel meer moeite mee heeft. Wat zijn wat jou betreft de prioriteiten die er nog bij moeten komen? Nou ja, dan denk ik met name rechtsvoor, dat daar nog een prioriteit is. En de rest moet eerst even kijken van hoe dat uitpakt. Een deel van de gouden generatie van de Graafschap valt deze zomer uit elkaar. Devin Haan is verkocht aan Feyenoord, terwijl NEC €1 miljoen over heeft voor Bashar Önal. Ook voor Philip Retijn is er de nodige interesse. Ja, je hebt de hele jeugd met die jongens gespeeld, dus... Het is wel jammer dat je nu een keer niet met elkaar op het veld staat. Alleen je moet door met z'n allen, dus wel leuk voor hun. Heb je al uitgesproken intern van dit is wel het jaar dat ik de stap wil zetten? Of hoe kijk jij naar de komende tijd? Nou ja, ik heb niks uitgesproken en ik laat alles open. Maar ja, ik zit nu wel een tijdje hier bij de Graafschap. Dus ja, een eventuele stap kan erin zitten. Alleen als er niks komt dan ben ik gewoon nog Graafschapspeler. En nu ben ik nog Graafschapspeler, dus ik kan van alles wel gaan zeggen. Maar dat heeft niets van nu. Heb jij nog een rol van Philip, van blijf nog even een seizoentje hier of hoop je nog dat soort gasten te bewegen of denk je van het is voor hen eigenlijk ook wel goed nu? Nou ja, ik probeer meer die jongens te helpen om juist de stap te maken. Dat heb ik bij Basje gedaan, dat heb ik bij Camille gedaan om de jongens zoveel mogelijk te helpen dat ze een mooie stap maken. En als ze bij de Graafschap blijven spelen, ze bij een hele mooie club. Volgens mij moet jij nog even wat handtekeningen gaan zetten. Ja, ik zie het. Ik denk het wel, ja. Succes. Dankjewel.